In het Europees Parlement jet de VVD bij de oude fractie. Maar zijn 29 jaar is Jan Huytema het allerjongste fractielid. Nou ja, dat we natuurlijk, een van de 751, maar Europa is natuurlijk groter dan Nederland. We hebben 408 miljoen mensen dat we volksvertegenwoordigers voor zijn. En voor Nederland zijn we een van de 26, dus dat is al een stukje minder. En gelukkig, nou, sinds tien, werd een uit Friesland in het Europees Parlement. En ik vind dat 26 Europarlementariërs, dat die verdiening volle beter wijzen moet. En net altijd al uit Oran staat, maar ik zeker het Noorden. Hele oren belangrijke motivatie weer dat de oude 4 weer. Ik ben Nederlander, lid weer van de Landbouwcommissie in het Europees Parlement. En ik heb juist het jaar gekregen dat ik daar lid van ben. Dus ja, hartstikke goed. Meer dan 26.000 voorkeurstemmen. Dat is uniek voor iemand die nieuw is als politicus. Hè? Als je er heel lang zit, zou dat kunnen. Maar dit is uniek. Direct gekozen. En ook nu nog direct gekozen tot volwaardig lid van de Landbouwcommissie. Dus ik ben heel trots op Jan Huytema. Dat soort mensen hebben we nodig, die zelf kiezers bewegen om te gaan stemmen. We hebben mest beleerd dat het precies hetzelfde is in Portugal als in Nederland. Maar in Nederland heb je van een hectare groen natuurlijk volle trijkersen volle producten als in Portugal. Dus dat moet volle meer tastpitswet op de omstandigheden in Friesland en in Nederland. En zo kan ik nog wel even terug in. Dus het hele Europees landbouw beleerd ik bijvoorbeeld, dat moet volle modern en volle meer tastpitswijzen op de Nederlandse omstandigheden. Om 10 uur is het Safir. Als opening van de nieuwe parlementaire periode speelt een orkest de Europese hymne. Jan Huytema had nochtans zijn Europese avontuur. Maar als tjinwicht voor het vergaderen en al het werk achter de computer, wilde ik graag actief blijven op een pleats met 130 kei bij Makkingeer. Dat je wel echt, nou zou ik het zo in papier werken, je zit een soort achter de computer en in vergaderingen. En dan is het heerlijk om dan weer een dooi op het trekken te zitten.